Zo zag het er een jaar geleden uit. En zo is het nu. Er wordt nog hard gewerkt om alles voor de opening af te krijgen. Zoals jullie ook kunnen zien zijn de lokalen allemaal verbouwd tot appartementen. En ziet het er gewoon al uit alsof hier morgen mensen kunnen gaan wonen. Het echtpaar Ronald en Trudy Zwiers woont er al. Zij gaan het gastenhuis runnen. Het stel zegt hiervoor hun banen op. Je komt soms op een moment in je leven dat je denkt, oké, waar liggen nog weer nieuwe uitdagingen? We zijn nu allebei rond de 50 en wat wil je dan nog? En nou, wij zien het als een hele mooie nieuwe stap in ons leven en allebei vanuit de zorg, allebei een passie voor deze doelgroep. Ja, en dan valt soms alles op zijn plek en dan zitten we nu hier in het gastenhuis. Ook op andere plekken in Nederland zijn de initiatiefnemers van plan dit soort gastenhuizen te openen. Dordrecht is dus de eerste. Wat wij werkelijk willen bereiken is dat wij voor mensen met dementie een mooie, warme woonplek willen creëren. Zodat mensen zoveel mogelijk, zo normaal mogelijk kunnen wonen. Want wij vinden dat mensen met dementie gewoon een gewone plek in de maatschappij verdienen. Maar Ronald en Trudy hoeven het niet allemaal alleen te doen. Ze hebben een team van zorgmedewerkers om zich heen. Ik heb daar ook echt heel veel vertrouwen in dat wij best af en toe nog weer eens rustig hier op de bank kunnen zitten en denken, het gaat goed in huis en nou hebben wij even vrij. Ja, lekker een avondje naar de film uit eten, dat kan allemaal nog. Ja, alles zit dichtbij. Dat is weer het voordeel van in de binnenstad wonen. Alles zit dichtbij en daar gaan we zeker gebruik van maken. De eerste 10 bewoners komen in december. De rest volgt in het nieuwe jaar.